Kijk hoe grillig dit is. Weet je, dit is hoe crypto werkt. En dit is waarom heel veel mensen worden uitgestopt. Hey, welkom bij Dopecash. Ik ben Chris. Ik ben Barry. En in deze video gaan we met jullie praten over de stoploss. En we gaan jullie uitleggen wanneer je die stoploss moet gaan verplaatsen. Want dat is een dingetje waar heel veel mensen tegenaan lopen. Allereerst begin je natuurlijk met hoe plaats ik überhaupt die stoploss. Nou, daar hebben we meerdere video's over gemaakt. Dat kan je gewoon terugvinden op het kanaal. Het is wel handig dat je weet hoe je de stoploss überhaupt plaatst. Want dat is je verzekering. Stoploss is gewoon vrij vertaald. Beginnetje van je risico. Stop het verlies. Ja, nee, maar dat is het ook. Beginnetje van je risk management. Ja, superbelangrijk. Als jouw trade niet uitspeelt zoals jij in gedachten had, dan wil jij dat het verlies op een bepaald punt stopt. Dit is wat ik aan verlies wil hebben, dat weet je van tevoren. Stop, hier kappen we met verliezen. En dat is wat die stoploss doet. Alleen op een gegeven moment, als je het goed gaat doen, ga je ook geld verdienen. En op het moment dat je geld gaat verdienen, dan moet je ook weten wanneer je die stoploss moet gaan verplaatsen. En dat is iets waar veel mensen nog moeite mee hebben. Dat is waar we in deze video uitgebreid over gaan praten. Daarnaast hebben we nog te maken met verschillende manieren van hoe je dat kan doen. Krijgen we ook veel vragen over een trailing stoploss. Ja. En een trailing stoploss, dat is een stoploss die het automatisch voor jou doet. Die stel jij op een bepaald percentage in en die loopt lekker achter jouw trade aan. Dat betekent dus dat jij de controle kwijt bent. Hij doet gewoon één ding en meer niet. Nee. En traden doe je op basis van prijsactie die je ziet. En niet op basis van prijsactie die op een vastgesteld percentage werkt ofzo. Want dat werkt niet. Tot op zekere hoogte. Maar dat gaat vaker fout dan dat het goed gaat. En ik denk dat we meteen ook maar naar de chart gaan om eventjes te gaan kijken hoe zo'n trailing stop werkt. Wat doet zo'n trailing stoploss? Ja. Ik vind het altijd leuk, omdat wij, we hebben natuurlijk al heel veel filmpjes gemaakt over stoploss. En dan komen de volgende vragen. Maar dat betekent dus dat mensen daarmee aan de haal zijn gegaan. En dat stukje hebben ze een soort van onder de knie. Ze zijn in ieder geval een stapje verder. Maar dat is met traden. Als je het ene stukje hebt opgelost, dan komt gelijk het volgende stukje. Je kan altijd verder, er komen altijd nieuwe vragen. En ja, dat maakt traden op zich ook heel erg leuk. Maar we gaan naar een trainingstop. Een trainingstop. Ja, is een heel dom stukje code. Jij zegt bijvoorbeeld gewoon op 1% van de huidige koers. Als de koers dan terugvalt van het hoogste punt, sluit met trade. Het probleem daarvan is dat een koers nooit dit doet. Nee. Hij gaat nooit in de rechte lijn omhoog. Hij gaat altijd in een golfbeweging. Dat maakt een trailing stop gewoon super riskant. Omdat de overspanning in crypto gewoon vrij groot is. Als je hier bijvoorbeeld Ethereum hebben als voorbeeld. Perfect mooi trappetje. Echt zo nice zie je ze niet heel vaak. Dit zijn de stukjes prijsacties zoals je ze graag wil hebben. Ja. We hebben het dan hier over. Het onderliggende stukje wat je hier ziet. Alleen het probleem van dit trappetje is dat de overspanning van de high hier naar de low is hier 8%. De high hier naar de low van dat trappetje is 8%. Moet ik dan een trainingstop van 8% gaan gebruiken? Die gebruik je sowieso niet. En dat is te mensen veel. Die een trainingstop gebruiken, die gebruiken nog wel een procentje of op 2%. Ja. En in dit geval ben je dus elke keer met die trainingstop eruit getikt. Dan word je hier eruit getikt, word je hier eruit getikt. Net steeds onder de top. Ja, dat is leuk. Dan heb je wel je winst veiliggesteld. En je stoplossje is dan waarschijnlijk ook in profit getrokken. Maar je ben je wel je trade kwijt. Dus dan ben je je mogelijke rendement ook kwijt. Ja. De vraag die we dan vervolgens krijgen is, oké, hartstikke leuk, ik snap het, zo'n trailing stop is dus eigenlijk gewoon ruk als je op de juiste manier wilt traden, klopt, ja. Maar hoe doe ik dit dan wel? Het is eigenlijk heel simpel, je stoploss verplaats je pas als dat echt nodig is. Ja. Je stoploss verplaats je pas als je trade genoeg ademruimte heeft, ja. En daarmee hou je trade uiteindelijk het langst in leven. Stel nou, je komt hier lekker in positie. Dus hier heb je, het gaat er niet om, waar weet je waar de entry nu ligt. Hier een mooie entry gevonden. Nou, dan tekenen we even een stoplossje erbij. Dat heb je lekker afgedekt. Hier, hup, rode lijntje is je stoplossje. Je gaat op een gegeven moment omhoog. De peetjes worden gehit. Ja, super nice allemaal. Maar je hebt voor jezelf al vastgesteld dat dat de way to go is. Ja, ja. Je bent lekker omhoog aan het kijken. Daar ben je mee bezig. Je zit in je long. En je tp'tje wordt gehit. Nou, op basis van voorgaande prijsactie had je hier misschien een tp'tje staan.
geef ik die wel even aan in geel zijn de tapeetjes. Eerste tapeetgrid. Gaan we stoppels verplaatsen? Dat is de vraag natuurlijk. Ja. En dan moet je heel erg gaan nadenken. Als je tapeetgrid is en de koers heeft dit gedaan. Je ziet al dat er een aardige swing aan het vormen is. Dan moet je voor jezelf al beseffen, is de structuur van mijn trade, is die veranderd? Gaat de trade zoals die, als je wilt dat die gaat, we zijn dus met die uptrend, zijn we verder aan het gaan. Is het dan nodig om die stoploss te verplaatsen? En daar moet je heel erg veel rekening mee gaan houden. En zeker omdat de overspanning en de volatiliteit, die er net al problemen bezorgde bij de tradingstop, of die onze normale setup ook in gevaar brengt. Je moet gewoon kijken, wil ik constructie verdedigen? Ja, dit is waar heel veel mensen dan naar kijken. Die denken dan, oké, nice, ik heb hier mijn TP gehit. Nou, weet je, dan verplaats ik mijn stoploss naar de bovenzijde van die range. Ja. Ja, dat is hartstikke leuk, maar dan had je eruit geweest. Ja. Dan had je direct uitgestopt geweest. En dat is natuurlijk zonde, dat wil je niet. Dus, wat is dan verstandig om te doen na TP1? Na TP1 kijk je inderdaad gewoon naar de constructie die jij voor ogen hebt. Ja. Oké, wat is er een logisch gevolg? Wat er kan gebeuren nadat we dit gedaan hebben. Het logische gevolg is, en dit is waar heel veel mensen dus de fout maken. Wij zeggen ook heel vaak, wij worden gevuld waar jullie worden uitgestopt. En in dit geval was hier een heel mooi terugtestje. En dat was gewoon een heel mooi level om te spelen. Ja. Dus dat dit had gebeurd, had je eigenlijk op basis van de prijsactie kunnen zien. En dat is dus niet de plek waar je stop ons naartoe verplaatst. Dit is gewoon een probleem wat je bij heel veel beginners ziet. Weet je waarom? Ze zijn super eager. Ze zitten eindelijk in die trade. Hey, ik heb een lekkere goede entry. Stoplossje niet gehit. We gaan de goede kant op. Ze willen overmanagen. Je order manager is super belangrijk. Ze willen te veel managen. Oh, even hier weer een stoplossje. Oh, hij is weer $100 omhoog. Hup, boem, weer stoplossje verplaatsen. Als je te veel managt, je trade, je setup is goed. Laat de koers zijn werk doen. Ja. Je moet echt gewoon een beetje een stapje terugnemen. De koers laten bewegen als de koers moet bewegen. En hoe meer je gaat tweaken, hoe meer jij eigenlijk het overzicht over je eigen analyse verliest. Ja. Goed, TP1 heb je gehad. Vervolgens heb je nu in deze situatie een 15% winst in de tas. Ja, dat is al super, vervolgens natuurlijk. Gaat de prijs verder omhoog. Ja. Je wilt dus, dat trappetje wil je zien. Nou, die heb je hier gezien. Vervolgens is deze eventuele entry ook gevuld. Ga je verder omhoog. Hier had je ergens, op basis van prijsactie die hier weer ligt, een TP kunnen gaan inplaatsen. Vervolgens, als die TP in dit gebied gehit wordt, dan kan je er misschien over na gaan denken om iets aan die stoploss te gaan doen. En ik zeg iets, want heel veel mensen willen hem dan ook al heel dicht naar die koers halen. Waarom? Omdat ze de winst die ze nu hebben veilig willen stellen. Maar die winst, die stel je veilig door winst te nemen. Ja. En dat heb je dus nu twee keer gedaan. Die winst wordt niet per definitie veiliger door je stop hierheen te halen. Die winst wordt veiliger door ergens die stop in profit te zetten. Je moet dat risico gaan managen. Je moet daar de juiste balans in gaan vinden. Tuurlijk wil je enigszins zorgen dat je je risk afdekt door die stop in profit te zetten. Maar de stop wordt vaak veel te hoog neergezet, waardoor het risico dat je wordt uitgestopt juist toeneemt. Mensen kijken eigenlijk altijd naar de lokale constructies. En dat is gewoon veel te strak. Je ziet ook gewoon, als je hem hier ergens lokaal onder zet, onder de vorige constructie worden misschien net uitgetikt. Het gaat er gewoon om, als je dit al beseft, TP1, oké, kan allemaal nog wel strak zijn. Maar als je op een gegeven moment TP2 aantikt, ja, en je zet dit dingetje ergens erboven, dan is het een risicoloze trade. Jij hebt winst gemaakt en als je wordt uitgestopt, heb je nog steeds winst. Ja, de winst kan nooit meer omgekeerd worden. De winst stel je veilig door nogmaals TP's te nemen. En je stoploss stel je veilig door op een gegeven moment, als er genoeg aan. Er is ook niet één keiharde regel voor van dit is het, zo moet het. Uiteindelijk komt het allemaal neer op ervaring opdoen en dit gaan leren zien. Je weet op een gegeven moment, oké, nu heb ik genoeg ruimte, nu kan ik dat doen. En dan nog kan je een keer uitgestopt worden. Iedereen wordt uitgestopt, maar je probeert het op een zo goed mogelijke manier te managen. En dan zet je hem iets in profit. Ja, en ga niet direct naar je huidige TP toe lopen. En vind je het nog steeds moeilijk? Daar hebben we het heel vaak over in de livestreams. Als je dan zegt, ja, maar wat moet ik dan nu precies beschermen? Ga gewoon denken in die blokjes. Je ziet gewoon steeds een blokje. En ga je een blokje hoger, dan ga je aan de onderkant kijken. Nou, oké, wat wil ik intact houden om dat te beschermen? En dan mag je best wel, want het is crypto. Je ziet dat hij hier echt
perfect omhoog is gegaan. Niet elke constructie ziet er natuurlijk zo uit. Dus laten we er eventjes een andere constructie bij pakken die niet zo'n mooi trappetje laat zien. Ja, kijk. Om aan te geven hoe een scenario zich daaruit kan gaan spelen. Ja, stel dat ik hier de trade had genomen. Dus even netjes intekenen. Zo. Je wordt hier gevuld. Best wel spot on, netjes. Dus hier een beetje bodemvorming. Heb je weer een gain te pakken. Uiteindelijk terugtest. Nou, kan je dit terugspelen. Vergelijk dit even. Het gaat niet om hoe het verder uitspeelt. Weet je, technisch gezien allemaal waar de TP staat. Dat maakt niet zo uit. We hadden er net dat hele mooie trappetje van Ethereum. Kijk hoe grillig dit is. Weet je, dit is hoe crypto werkt. En dit is waarom heel veel mensen worden uitgestopt. Want je hebt hier in die lokale constructie, als ik dan iets meer inzoom, heb je hier, nou dan denk je, oké, het gaat goed. Hé, we hebben lekker trendje te pakken. En omdat jij die stoploss te snel meehaalt, word je waarschijnlijk hier. Je gaat deze wick afdekken, zet hem hier neer en je mist vervolgens deze hele trade. En dat is gewoon zonde. Ja. En daarom moet je echt voor jezelf gaan bedenken, oké, denk in die blokjes. Is mijn trade nog intact? Is die valide? Kan ik een keer een blokje overslaan? Dat kan altijd. Hou er zelfs rekening mee. En wees gewoon terughoudend met het, met het overtweaken. Het te veel willen controleren van je trade. En dan gaat het gewoon fout. Het is gewoon zonde. Te veel willen controleren inderdaad van je trade. Het managen van een stoploss is echt ervaring. Je moet het gewoon echt gaan doen om dit te gaan leren. En tuurlijk word je nog steeds wel eens uitgestopt. Er bestaat geen gouden formule waarbij je nooit meer wordt uitgestopt. Dat is er niet. Dus je moet dit gaan doen op basis van ervaring. Je moet het dus nogmaals gewoon gaan doen. Om op een gegeven moment te gaan zien. Oké, dit is genoeg ruimte. Hier heb ik genoeg lucht. Hier kan ik hem even verplaatsen. Dit kan ik wel, dit kan ik niet. Dat soort dingetjes ga je op een gegeven moment zien. Maar dat kan zelfs verschillen per asset. Hè? Als ik per trade, per asset. Swing traden, day traden, ja, scalpen. Als is allemaal anders. Bijvoorbeeld Bitcoin trade. Is dat heel anders als bijvoorbeeld een altcoin? En ga ook echt een orderdagboek bijhouden en ga kijken waar je uitgestopt wordt en waarom. Ja. Want je kan heel makkelijk zien waar het fout gaat en je kan daar makkelijk ook dan zelf iets aan doen. Je weet letterlijk met een orderdagboek waar het fout is gegaan en wat je dan moet doen. Ja. Dus ja, vermijd de standaard regeltjes als 1% stoploss. Een stoploss staat nooit op een vast percentage. Je kan met een strategie beginnen met tweaken op een vast percentage en dan gaan spelen totdat je het op de juiste manier hebt gefine-tuned. Maar geen vast percentage, gebruik geen trailing stop. Probeer niet te veel, te snel te tweaken aan je stoploss. Dan ga je gewoon mee spelen. Gewoon een beetje... In traden moet je wel de controle pakken, maar als eenmaal de trade goed gaat, dan moet je hem ook laten lopen gaan. En dat is heel erg belangrijk. Heel belangrijk. Goed, de stoploss. Het is en blijft een onderwerp waar veel over gesproken wordt. Het is en blijft ook een heel belangrijk dingetje die je sowieso niet moet vergeten en die je op de juiste manier moet gaan leren managen. Probeer de juiste balans te vinden tussen het winst nemen, het veiligstellen van winst en het niet te strak willen plaatsen van je stop. Weet je, mensen worden ook te gretig, hè? Nee, dat is het. Ik heb nu zoveel winst, ik wil dat zo veilig stellen. En dan vind ik, en als je dan uit wordt gestopt en je bent daarmee tevreden, ook prima. Dat weet kan, je? Maar je had die kan. Trade beter kunnen managen als dat waarschijnlijk. Ja. Goed, vond je dit weer een toffe video? Abonneer zeker even op dit kanaal als je dat niet hebt gedaan. Druk op het duimpje, rankt de video weer wat hoger in YouTube en is een blijk van waardering voor ons. Druk op belletje, dan krijg je een notificatie als we nieuwe video's plaatsen. En onderaan deze video komen alle linkjes terug richting www.dopecash.nl. Vind je onder andere ons leerplatform, Discord kanaal, Platinum, alles vind je terug op de website. Bedankt voor het kijken en we zien jullie graag volgende keer. Later.